Hartelijk welkom bij de Volkskrant op zondag. Mijn naam is Remco Meijer en samen met Martin Sommer, zo dadelijk ook hier op het podium, gids ik u door deze middag. Peilingen, maar goed, ze zijn ook een werkelijkheid. PvdA, 12 zetels. Kijk, op zich is het natuurlijk zo dat op dit moment eigenlijk alle politieke partijen enorm te maken hebben met de volatiliteit van de kiezers in Nederland. En ja, dat beweegt enorm. En als je kijkt naar bijvoorbeeld 2 jaar geleden, een maand voor de verkiezingen, stond mijn partij op 13 zetels in de peilingen en we haalden er 38 een maand later. Dus ja, dat kan enorm verschillen in hele korte tijd. Ik zou het eigenlijk voor het land fijner en beter vinden als dat wat stabieler was, omdat de politiek daar dan ook wat rustiger van werd. En ik denk dat Nederland op dit moment heel veel te winnen heeft bij stabiel beleid. Luc Hermans, wat betekent het voor een kabinet als een van de coalitiepartners zo verzwakt raakt? Laten we zeggen, dit is een hele moeilijke periode om te regeren. En dat betekent dus dat politieke partijen die daar verantwoordelijkheid nemen, want een heleboel partijen die aan de kant staan en allerlei dingen roepen en geen verantwoordelijkheid nemen, dat is makkelijk. Maar echt verantwoordelijkheid nemen, dus ook je nek uitsteken, ook dingen moeten doen als politieke partij die je misschien liever niet had gewild, maar om de meerderheden te krijgen, zul je toch met elkaar compromissen moeten sluiten. Ja, dat betekent dat je moet zorgen dat er een zekere balans in blijft in dat hele gebeuren. En ik denk dat het belangrijkste, zou ik zeggen, richting PvdA is eigenlijk dat bewaar gewoon je rust en ga gewoon verder. Want je ziet gewoon dat het beleid uiteindelijk goed effect heeft. Roger van Bokstel. Ja, kijk, dit gaat nooit over de afdeling leedvermaak, maar al die redeneringen zijn natuurlijk altijd momentredeneringen. Je staat hoog of laag in de peilingen. Kijk, in mijn idee, ik zag net de heer Van Wezel in de zaal, die heeft me ooit 12 jaar geleden toen ik als minister wegging gevraagd van wat moet er eigenlijk in Nederland gebeuren. Ik denk dat de tijd rijp is en dat zie je binnen de Partij van de Arbeid, nogmaals, ik zeg het gewoon constaterend, hè, dat de Januskop van een deel van het electoraat wat ontevreden is aan de onderkant van de samenleving zit. En daar zit de Partij van de Arbeid altijd in spanning met de SP. Een ander deel wil toch graag ook meer de sociaal-liberale kant op. Ik denk dat je eigenlijk in Nederland gewoon toe moet naar een veel minder versplintering in de politiek. Want daar gaan we echt kapot aan op dit moment. Dat bepaalt ook heel vaak gedrag. Iedereen is alleen maar bezig met electoraat. Ik zou haast zeggen, waarom gaan we niet gewoon echt partijen eens praten om liberale, sociaal-liberale... Fusie met de VVD? Conservatieve, deel van de VVD en de PVV, echt conservatief. De confessionele grondslag, veel overzichtelijker. En nu maar u zou wel willen fuseren met een deel van de VVD? Nou, ik denk dat op termijn het echt goed zou zijn om helderheid naar het publiek te kijken, weer gewoon door te kunnen pakken en niet iedere dag over je schouder te moeten kijken welke meerderheid heb ik en kunnen we wel besturen. En moet het dan eindigen in 3 partijen bijvoorbeeld? Of 4. Ik denk dat dat echt voor de toekomst voor Nederland van belang is, want deze manier van werken, die is grillig. Het remt ook gewoon doorpakken. Maar uw politiek leider wilde juist graag dat D66 de vierde machtspartij wordt. Ja, nou ja, kijk, ik heb nu makkelijk praten. We doen het goed. We staan al 10 jaar in de plus en het gaat goed. Ja. Maar ook wij hebben gekozen als D66 om dit kabinet, deze broze coalitie, ook gewoon te steunen op hoofdlijnen. Omdat ook wij vinden dat dit land gewoon niet weer kon hebben dat je maar weer met een crisis te maken kreeg. En dat noemden we altijd, hè? We voeren oppositie voor het kabinet. Ja. En meneer Brinkman, de positie van het CDA. Maar dat langere termijn waar ik over heb, dat vind ik toch echt een onderwerp om niet uit het oog te verliezen. Ja. Meneer Brinkman, De werkelijkheid is dat ons land verdeeld is. Dat is op zichzelf vervelend. Wat ik eerlijk gezegd veel vervelender vind, is dat geleidelijk aan bijna de helft van het kiezerspubliek niet of nauwelijks meer opkomt. Dat zie je in Amerika al lang. Wel bij de landelijke verkiezingen. Jawel, maar, maar je ziet toch dat de afstand ten opzichte van de politiek groter is geworden in de loop der jaren. En onze eerste opdracht, vind ik, is om toch tegen het hele kiezerspubliek duidelijk te maken hoe belangrijk het is. Kijk maar wat er nu, zeg maar, deze zomer allemaal is gebeurd. Dat geeft toch aan dat er een nieuwe oriëntatie is
waar we nu staan, nou, wat voor samenleving we willen. Natuurlijk, we willen allemaal een betere economie, maar wat is nou onderliggend de set aan waarden die we toch met elkaar willen verdedigen? Dat kan je niet doen als bij wijze van spreken de helft van het land een beetje... Nee, dat zijn niet alleen maar conventionele waarden, vrijheid en veiligheid. Dat zijn zaken die we allemaal delen, maar godsdienstvrijheid, collega, is toch nog wel iets meer... Dan alleen zeg, nou, die kerk kan ook voor andere doeleinden gebruikt worden dan voor een gebedsdienst. Dus mijn punt is dat onze opdracht niet zozeer is om kiesdrempels op te werpen of Eerste Kamers af te schaffen, maar het belang van politiek as such in deze tijd te onderlijnen. En dat mag je natuurlijk... Maar premier Rutte liet zich eens ontvallen van het CDA heeft verantwoordelijkheidsvakantie. Dat lijkt toch redelijk gunstig uit te pakken. Nou, dat valt allemaal reuze mee, want we hebben nogal wat plannen van het kabinet gesteund, waar ook wij voor in de wind staan. In de Eerste Kamer wel, maar in de Tweede niet. Waar het om gaat, is wat het Staatsblad bereikt. En wij merken ook bij onze achterban bijvoorbeeld, maar breder, ik kom er wel eens vaker in zalen, dat men zegt, ja, waarom heb je dit gesteund of dat gesteund? Mensen zijn geneigd in een tijd van relatieve welvaart primair te kijken hoe gaat het met mijn koopkracht. We hebben altijd ook nu verdedigd dat het algemeen belang ook een aantal forse ingrepen vereist. Loek Hermans. Bij de algemene beschouwingen voor de begroting van 2014 heb ik namens de VVD aan de orde gesteld de vraag of ons staatsbestel in al zijn facetten, de functioneren Tweede Kamer, Eerste Kamer, kabinet, adviesraad van staten, de hele manier waarop wij politieke partijen organiseren en waarop ook kiezers invloed kunnen uitoefenen op beleid. Om daar eens goed naar te kijken. Want als je ziet wat er op het ogenblik gebeurt, is wat Van Bochtel zegt terecht, een enorme versnippering vindt plaats. Of je zomaar kunt verordeneren dat er maar vier partijen zijn, waag ik ernstig te betwijfelen. Maar de vraag van hoe kun je nou ervoor zorgen dat dat staatsbestel in de 21ste eeuw goed functioneert, dat is een onderwerp waar we ook, dat weten alle partijen die hier zitten, achter het scherm mee bezig zijn om te kijken hoe kunnen we dat nou vorm gaan geven om daar echt inhoud te maken. De VVD heeft een eigen clubje dat daarmee bezig is. Ja, wij zijn ermee bezig, maar we hebben ook contact met andere politieke partijen daarover, omdat we zeggen, dit moet niet een VVD-item zijn, maar het moet een algemeen item zijn. Hoe kan het bestel beter functioneren? In feite hebben wij... En wat is dan de concrete inzet? Want het bestel beter functioneren is rijk. Nou, ja, maar kijk, je kunt prachtig allemaal dingen. Je kunt roepen, schaf de Eerste Kamer af. Ja, dan gaan we naar de oplossing van het punt niet. Ja, dat is de oplossing van het probleem niet. Je kunt zeggen van, moet er een andere verhouding komen tussen Tweede en Eerste Kamer. Je kunt zeggen, moeten de politieke partijen zeg maar gaan fuseren en maximaal komen tot een aantal politieke partijen. Mm-hmm. Hoe je dat moet doen is dan nummer 2. Dat zijn allemaal punten. Ja. Maar je zult een keer met elkaar moeten kijken naar het staatsbestel wat we in 1848 in feite neer hebben gezet in zijn algemene zin. Met alle ontwikkelingen politieke partijen eind 19e eeuw, begin 20e eeuw. Of dat in de 21e eeuw nog functioneert zoals het moet functioneren. En wie is daar precies over in gesprek met wie? Wij zijn erover in gesprek in de Tweede Kamer en de Eerste Kamer met alle politieke partijen om te kijken hoe we dat zouden kunnen gaan aanpakken. Dat kun je heel leuk opportunistisch dingen over roepen. Maar het gaat er nou om te zorgen dat er een keer heel goed en zorgvuldig op tafel gaat komen. Elko Brinkman, en dan wil ik langzaam ook even naar de terugblik op die afgelopen 2 jaar. Want dat heeft hier natuurlijk ook mee te maken, hoe het heeft gefunctioneerd. Is het uiteraard belangrijk om naar je bestel te kijken. Maar ik denk dat we niet moeten onderschatten dat wij allemaal, misschien iets meer en anderen iets minder, heel veel op het bordje van Den Haag hebben geladen. En dat is ook omdat de verwachtingen onder burgers meer richting Den Haag zijn gegaan. En uiteindelijk zien we niet alleen dat het financieel een hele huis is geworden, maar ook gewoon om, laten we zeggen, wat je belooft ook gerealiseerd te krijgen. Dus je moet ook heel eerlijk met elkaar, helemaal los van die ideologie, eens een keer doen wat er ook breder in het land gebeurt en ook wel internationaal in de westelijke wereld. Ja, moet je niet een aantal dingen meer naar, ja, of je dat nou business units noemt, of gemeenten, of instellingen, of burgers, terugleggen? Regel dat nou zelf. In alle objectiviteit kunt u dat beter zelf. En natuurlijk, voor de uiterste zullen we wel een of andere inspecteur op pad sturen om een beetje de boel in de gaten te houden. Maar het idee dat we dat allemaal met regeltjes en subsidies en noem maar op kunnen beleggen, dat begint toch langzamerhand te botteren. Nu even terug naar 2 jaar geleden. Dat kabinet Rutte trad aan met een meerderheid in de Tweede Kamer van VVD en PvdA, maar zonder een meerderheid in de Eerste Kamer. Toen zei de toenmalige voorzitter van de Eerste Kamer, Fred de Graaf, geen probleem, begin maar. Hoe kijkt u daar met z'n vieren nu op terug? Want het bleek al snel wel een heel groot probleem te zijn. Nou, de vraag is of het een probleem... Ja, natuurlijk was het een zover ingewikkelder. Het interessante, maar even opmerking vooraf, is dat een aantal jaren geleden de kritiek uit de samenleving was dat politiek Den Haag saai was, dat eigenlijk niks gebeurde, alles dichtgeregeld was, het regeerakkoord. Ja.
dichtgetimmerde regering. Juist. Worden. Nou, dat niet het geval is, wordt er gezegd dat het chaos is. Of dat het heel moeilijk regeren is. Nou, ik vind het in ieder geval werd daarmee de positie van de Eerste Kamer opeens heel anders. En daar hebben we het hier vanmiddag over. Nou, is dat nou goed geweest of niet? Nou, ik denk dat je moet zeggen dat op die manier het kabinet waar ze eigenlijk altijd op uit is geweest, namelijk het zoeken van breed draagvlak in de samenleving, maar ook in de politiek, dat dat de lijn is geweest die het afgelopen jaar duidelijk resultaat heeft gehad en heeft geleid tot een aantal hele forse ombuigingen van beleid. In de richting, denk ik, zoals Brinkman ook terecht aangaf, dat er steeds meer verantwoordelijkheid weer terug wordt gelegd bij de mensen zelf, bij de instelling, bij de organisaties. Maar dan hebben we eigenlijk een bedrijfsongeluk gehad met gunstige effecten. Ik weet niet of het is geen bedrijfsongeluk. Ik vind het geen bedrijfsongeluk. Ik vind het heel nadrukkelijk. Toen waren de adviezen in de Tweede Kamer, daar moet u goed naar kijken, want de Tweede Kamer heeft toen voor de eerste keer een informateur aangewezen. Ja, toen waren de adviezen, behalve, moet ik zeggen, van de vandaag niet aanwezige de SP, die waren toen in de richting van laat die twee het maar gewoon gaan doen. En toen was ook de idee, want de SP zei, als je geen meerderheid in de Eerste Kamer hebt, red je niet. Han Noten van de PvdA, die heeft dat toen ook gezegd. Maar dat betekent dat er dus uiteindelijk het kabinet op een hele nieuwe manier heeft gezorgd voor meerderheden. En dat waardeer ik zeer. Oké, mevrouw Bart. Nou ja, ik denk dat je twee dingen zou kunnen vaststellen. De eerste is dat eigenlijk de nieuwe positie van de Eerste Kamer bij onszelf bijna nooit naar boven komt. Hè. Ik heb maar één keer de afgelopen twee jaar het kabinet echt heel hard met de Eerste Kamer in aanvaring zien komen. En dat was vorig jaar over het wetsvoorstel waarmee het Witteveenkader werd aangepast. Voor het overige zie je dat partijen in de Tweede Kamer... Dus pensioenen. Pensioenen, precies. Ja. Hè. Voor het overige zie je eigenlijk dat partijen in de Tweede Kamer een onderhandelingspositie opzoeken vanwege de positie die hun... die de Eerste Kamer heeft. Hè? Dus het werkt indirect. Bij ons, rechtstreeks, zie ik niet zoveel verandering. En voor het overige heb ik zelf bij de eerste algemene politieke beschouwingen die we met dit kabinet hebben gevoerd al aangegeven. Kijk, de situatie waarin Nederland zich nu bevindt, met de ergste economische crisis in 80 jaar. Ik geloof dat we dat inmiddels toch wel kunnen vaststellen. Dat die echt erger is dan wat we in de jaren 80 hebben meegemaakt. De maatregelen die nodig zijn om dat weer op orde te krijgen zijn zo diepgaand en zo stevig dat elk kabinet dat er had gezeten naar heel breed draagvlak op zoek had gemoeten. En dan niet alleen in de politiek, want ik vind persoonlijk eerlijk gezegd die vierkante kilometer op het Binnenhof maar vrij matig interessant. Ik vind het veel belangrijker dat het kabinet op zoek gaat naar maatschappelijk draagvlak bij het maatschappelijk middenveld, in de zorg, in het onderwijs, bij de woningbouwcorporaties, bij de bevolking van Nederland. Elk kabinet dat in deze situatie moet regeren en zulke zware ingrepen moet doen, moet op zoek naar draagvlak, moet met mensen in gesprek. Maar zegt u nou eigenlijk dat het helemaal geen rol gespeeld heeft? Dat nou, dat zal ik niet zeggen, maar ik vind wel, het is juist in zo'n economische crisis ontzettend belangrijk als je zulke ingrijpende maatregelen moet nemen, dat je niet het risico loopt dat als er over twee jaar weer een nieuw kabinet komt te zitten, dat de boel dan weer helemaal omgegooid wordt. Ik zie dat Van Bokstel daar anders over denkt. En dat betekent dat je breed draagvlak moet hebben, zodat je aan de bevolking ook kunt laten zien, dit is wat we nu doen. Ja, okay, dat is en duidelijk. Voor de komende Van jaren Bokstel. Is dit het ook. In Engeland hebben ze een gezegde, dat de Eerste Kamer bewijzen is dat er leven is na de dood. Dat slaat al vaak terug op de leden die daar zitten. Maar in dit geval, in deze periode, was er echt leven na de dood. Want de rol van de Eerste Kamer veranderde. Wat ik grappig vond, was dat toen dat weeffoutje in de coalitievorming ineens manifest werd, want dat was wat snel overheen gelopen. Toen gingen ineens een heleboel mensen speculeren over de rol van de Eerste Kamer en die moest niet te politiek worden en die moest zich gedragen. En daar is helemaal niets van gebleken. De Eerste Kamer heeft gewoon in die jaren dat ik er nu zit heel keurig zijn werk gedaan. In de Tweede Kamer worden Maar u bent toch samen met ChristenUnie en SGP met handen en voeten gebonden aan dit kabinet? Nee, wij voelden ons helemaal niet gebonden. We hebben, er zijn afspraken gemaakt op begrotingsakkoordniveau, zeg maar, gewoon op het geld. Daar hebben wij kennis van genomen. Nou, dan ga je niet meteen in de oppositie zitten. Dan denk je van, nou, als dat goede afspraken zijn, dan gaan wij daar wel willen naar kijken. Op heel veel andere terreinen hebben wij gewoon ons ding kunnen doen. Ja. Ja. En hebben wij ook oppositie gevoerd. We hebben echt felle debatten gehad met Opstelt over de politiewet of over de reorganisatie van het Openbaar Ministerie. We blijven tegen verhogen van griffierechten. Ik noem al die dingen maar op. Maar het begrotingskader waarin zeg maar de partijleider in de Tweede Kamer, Pechtold, heeft tegen het kabinet gezegd, nou daar kan ik mee leven. Ja, dan zeg je als Eerste Kamer, ook al ben je onafhankelijk, want we blijven onafhankelijk,
dat gaan we niet a priori van tafel vegen. En dat is de manier waarop je toch probeert constructief mee te dragen. De feitelijke situatie is toch dat de regering onderhandelt met uw partijleider in de Tweede Kamer. Ja, en ik heb ook wel eens tegen collega's van u gezegd, ja, u denkt toch niet dat wij echt helemaal nooit iets horen of nooit iets zien en nee, ook maar waar, verrast maar waar hangt dat vanaf? Dat hangt af van de zetelverhouding in de Eerste Kamer. Ja, kun je wel tuurlijk een beetje vroom gaan zitten doen en zeggen, ik doe dus niet vroom. Ik zeg, wij voelden ons ook moreel gebonden. Hè? We zijn meneer Brinkman, want die heeft volgens mij die onderhandelaars gewoon zelfs wel eens feitelijk teruggestuurd naar doe maar zaken met Buma. Ja, kijk, ten eerste vind ik het helemaal niet zo erg dat we in een nieuwe situatie zitten, omdat die complexe wetgeving, daar moet je ook, transparantie is één ding, maar er moet ook stevig naar gekeken worden. En ik denk dat we er ook aan moeten wennen dat er nog wel vaker ingewikkelde coalities zullen komen, minderheidskabinetten of kleinere regeerakkoorden. Ik vind dat in zekere zin een zegen voor de inhoudelijkheid. Tweede, wat ik graag constateer, is dat overal in de samenleving toch de roep steviger is geworden om, laten we zeggen, toezicht te houden, zodat er niet in onder ons iets geregeld kan worden. Dat geldt niet alleen jegens de politiek, maar dat zie je ook bij maatschappelijke organisaties in bedrijven. Er moet iets zijn van een second opinion. En wat ik in de jaren dat ik nu in de Eerste Kamer mag zitten, toch heb gezien, is dat dat debat over de partijgrenzen heen vaak gaat over de vraag, oké, als u dat wil, nou, dat zei zo, soms steun je dat, soms steun je dat niet, maar werkt het nou ook in de praktijk? Hebt u goed erop gelet dat het niet alleen hoe dat juridisch allemaal is geformuleerd, maar kan men daar in deze complexe intersectorale samenhangende tijd wel mee uit de voeten? Je ziet regelmatig de dingen teruggestuurd worden zonder dat het misschien overal opvalt, maar dat het kabinet toch zegt, nou, hier nog een beetje aanpassen. En die functie, die is als het ware dwingender geworden, omdat het politiek zo ingewikkeld is. Volgens partijgenoot van mevrouw Bart aan Noten werkt dat eigenlijk alleen maar goed als er ook een forse meerderheid in de Eerste Kamer is, zodat je dat politieke gehannes niet hebt wat we het afgelopen jaar hebben gehad. Zodat je dus inderdaad naar de inhoud kunt kijken. Ja, maar kijk, je zit in het parlement. Het parlement is politiek. En de Eerste Kamer zit in een wat andere rol, meer in de beschouwende rol en de staatsrechtelijke. Ja, jullie hebben geen mandaat. Vooral omdat u niet rechtstreeks gekozen bent. Laat me nog even uitspreken. Okay. Ik denk dat het belangrijk is, dat je moet zeggen dat wat we ook doen, welk kabinet er ook gaat komen, als het weer een dichtgetimmerd regeerakkoord is, in de zin van alles is van tevoren bepaald, dan krijgen we die kritiek en dan zeggen we, er is geen enkele debat meer. Nu is er volop debat, er wordt gekeken, de Eerste Kamer speelt zijn rol, heeft juist door het feit dat de situatie is zoals die op het ogenblik is, een nog grotere rol op dat staatsrechtelijk inhoudelijk gebied dan dat het überhaupt ooit is geweest. En dat betekent dus naar mijn mening dat datgene wat nu gebeurt, ook de komende jaren, zoals ik dat tegenaan kijk, zullen niet zomaar het stelsel veranderd hebben, zal dat door blijven gaan en dat wordt dus van de stuurmanskunst van een kabinet en van een premier afhankelijk, en dat doet Rutte heel erg goed, om te zorgen dat hij meerderheden krijgt, zeker in een tijd waarin het zo lastig is om te regeren als deze, zoveel mogelijk partijen achter de standpunt te krijgen. Ja, dan is het jammer dat sommige partijen dat minder goed doen dan anderen. Ja, maar ik wou één ding nog wel zeggen, en ik zeg dat met alle waarderingen ook naar collega Brinkman. Kijk, er wordt wel eens gezegd, de Tweede Kamer is politiek, Eerste Kamer niet. Eerste Kamer is natuurlijk ook politiek, alleen van een iets andere orde. We hadden een paar maanden geleden de WMO, de Wet Maatschappelijke Ondersteuning. Nou, de wet is ongeveer een kopie van wat in het CDA-verkiezingsprogramma staat. In de Tweede Kamer stemt CDA in en de Eerste Kamer toch tegen. Nee, in de Tweede Kamer is ze ook tegen. Oh, nou, maar in ieder geval, ja, dan denk dat ik was, van, dat hey, was consistent. Ja. Dat was de verantwoordelijkheidsvakantie. Maar ja, en dan denk ik van, jongens, ja, ik weet dat er weer gemeenteraadsverkiezingen of volgende verkiezingen aankomen, maar hier gaat het wel over hele grote vraagstukken. Nou, maar die wel, dat is de rol van de Eerste Kamer, in zorgvuldigheid moeten worden bekeken. Bij de jeugdzorg die we steunden, hebben we gezegd, luister eens, gaat dat nou niet te snel? Is dit voor elkaar, dat voor elkaar? Nee, dat was voor elkaar. En dan zou een commissie zo en een commissie zo komen. Toen kreeg je toch vrij snel de beweging, niet tegen, maar wel, dat kan wel iets zorgvuldiger. Dus hebben wij, toen het over de WMO ging, gezegd, de richting spreekt ons op zichzelf aan, zijn we ook bereid te verdedigen, maar dit gaat te snel, dit geeft brokken. En zeker, en niet zozeer vanwege de bestuurlijke complexiteit, maar omdat het kwetsbare mensen zijn. Nou nee, dat kon allemaal, dat moest er doorheen geramd worden, liefst. En met nog meer snelheid en dan er al op papier stond. Ja, en nu zie je de narigheid daarvan. Maar het was toch ook mooi meegenomen dat het CDA zo eigen profiel hield?
Nou, luister, als je zegt, de richting spreekt ons op zichzelf aan. Het CDA aan, wil anders dan... word je daar in de zaaltjes echt wel op aangesproken. Hoor. De mensen snappen heus wel dat er geen free ride is. Daarbij ook. U wilt niet geleerd worden aan dit kabinetsbeleid op de manier waarop D66 dat is. Aan een aantal dingen zijn wij verbonden. De hele wijziging van ontslagrecht, om maar een voorbeeld te noemen. De nieuwe regeling voor bijstand en dergelijke. We hebben een aantal zaken gewaarschuwd dat het in zijn uitvoering zou sneuvelen. Dat hebben we ook bij de pensioenregelingen gedaan. En we krijgen daar helaas gelijk in. We gaan het hebben over Prinsjesdag. Wat kunnen we verwachten? U hebt allemaal die USB-stick, denk ik, opengemaakt dit weekend. Die beroemde USB-stick. Er wordt heel veel gezegd dat dit kabinet is uitgeregeerd. Ja, en dat ze een nieuwe missie moeten formuleren, willen ze tot 2017 volhouden. Kijk, ik denk dat het... Onzin? Ja. Nou, weet je wat zo aardig is? Dat is dat je nu alweer ziet dat datgene wat voortdurend speelt, dat is beeldvorming. We roepen eigenlijk al een paar weken van tevoren, het kabinet is uitgeregeerd, daar komt niks uit. Ik zag zaterdag een aantal kranten ook, het was allemaal mislukt, het was allemaal niet gebeurd. En dan denk ik, nou wacht nou eens even af. Ga nou eens even kijken wat er nou komende dinsdag op tafel gaat komen. Ik kan één ding wel met volle overtuiging zeggen. Zolang er in Nederland nog honderdduizenden mensen werkloos zijn en langs de kant staan, is dit kabinet niet uitgeregeerd. Ligt er een enorme opgave. Die moet worden aangepakt en opgelost. Zolang nog zoveel honderdduizenden ouders in Nederland worstelen met de combinatie van arbeid en zorg, is dit kabinet niet uitgeregeerd. En zolang in Nederland nog... laagopgeleide mensen 7 jaar eerder doodgaan dan hoogopgeleide mensen, is dit kabinet niet uitgeregeerd. Okay, Van Bokstel, het eerste punt, kijk, ik denk dat iedereen hier aan deze tafel zegt, we moeten alles uit de kast halen om zoveel mogelijk mensen gewoon weer aan het werk te krijgen. Onze arbeid is te duur, in concurrentieverhoudingen met heel veel landen om ons heen. De economie heeft het zwaar, dus wat er echt moet gebeuren is een ambitieuze herziening van het belastingplan. Nou, we hebben een rapport Dijkhuizen gehad, dat is al bijna weer vergeeld. Dat ligt een jaar al te wachten op een reactie. Dat is al 2 keer een reactie uitgesteld en ik heb die stick nog niet opengemaakt. Maar ik ben ontzettend benieuwd wat ik hierover ga lezen. Want als dit een resultaat gaat worden van de... Het staat wel vast dat dit in de stukken zit, toch? Ja, maar de vraag is, hoeveel ambitie zit daarin? En als daaruit zou blijken dat hier... pappen en nat houden, het leidmotief is omdat de VVD echt heel erg aan een lastenverlichting wordt en de Partij van de Arbeid eigenlijk weer allemaal leuke dingen wil doen die lastig verzwaren. Dan trekt D66 zijn medewerking aan de CDU terug? Dan komt Roger terug in de Eerste Kamer. Of misschien op een andere plek. Nou, maar precies. Maar dit is echt cruciaal. Wij hebben het echt lastig en dit kabinet kan heel weinig doen aan de oorlog in Oekraïne en de problemen in het Midden-Oosten. Hè, daar kun je maar dit heel klinkt eerlijk gezegd wel een beetje als een dreigement. Nou ja, ik vind echt dat op dit vlak gewoon enorm stappen gezet moeten gaan worden. We hebben een oud belastingssysteem uit... Dus al de tweede revolutie vanmiddag. Eerst terug naar 4 partijen en nu ook nog... Ja, maar ik zat samen met collega Hermans in het kabinet wat het laatste belastingaanziening heeft gedaan. Onder leiding van Willem Vermeend. Dat is inmiddels echt een eeuwigheid terug. Nou, maar dan weet u ook dat je voor zo'n belastingherziening een minimaal aantal miljarden moet hebben. Om dat een beetje gesmeerd in de bevolking te laten. Die je volgens Vermeend niet bij de vermogensbelasting moet halen, las ik in de kranten. Precies. Wat zegt u? Probeer nou te voorkomen dat Vermeend niet bij de vermogensbelasting moet halen, las ik gisteren in de krant. Probeer nou te voorkomen dat je veel te makkelijk iets gaat roepen over de belastingherziening. Ik heb vanmorgen ook wat gehoord van Buma. Op de radio daarover, flat tax en dat soort dingen allemaal, is prachtig. Maar de vraag is of dat überhaupt bijdraagt aan de verbetering van de arbeidsmarkt functioneren. Dat moet je wel even goed weten. En ik denk dat als je goed kijkt wat er straks op tafel gaat komen, dan is het van belang om te kijken wat die echte effecten zullen zijn. Dat je kijkt waar het kabinet van zegt, dat is de richting waar we naartoe zouden moeten. En vervolgens, als de ruimtes gaan komen, dan moet je kijken of dat eventueel in te vullen is. En wat is uw standpunt over de richting die... naartoe zou moeten. Je zult, dat lijkt me een heel duidelijk punt, dat je iets waar we allemaal over eens zijn met elkaar, dat de arbeid minder belast moet worden, dat je dus aan moet zorgen dat er ruimte gaat komen voor mensen, voor bedrijven, om mensen te kunnen gaan aannemen. En dat duurzaamheid. Dat is een van de grootste problemen. Ja, dat is evident, denk ik. Maar ik denk dat daar zit natuurlijk de crux in. En ik moet u zeggen, het is al heel lang bekend dat PvdA en VVD anders denken over sommige oplossingen. En toch moet je ook hier weer een meerderheid voor zien te vinden. Ja, als er nu een kabinetsstandpunt was gekomen wat gebaseerd was op 2 partijen bij voorbaat bam vast zou liggen, dan zou ik zeggen, hé... Maar meneer Hermans, eerst even Brinkman.
opzichte? Nou ja, ik heb gisteren eerst eens de begroting voor vorig jaar, voor dit jaar bekeken, omdat daarin nog een aantal zaken staan die pas in 2015 ingaan. En ik ben op zichzelf wel benieuwd naar de invulling daarvan, want dat telt nog. Waar hebben we het dan over? Ja, er zijn allerlei maatregelen, zowel in de zorg als in de volkshuisvesting, noem maar op, die of helemaal nog ingevuld moesten worden, dan wel een oploop zouden hebben. En ik ben benieuwd, want het gaat in totaal over een aantal miljarden, hoe het nou kan dat het beeld van de zomer is neergezet, dat als je nou maar hier en daar 100 miljoen of zo extra geeft, dat het dan allemaal pas en vree is. Oh, maar dat hoop ik natuurlijk voor iedereen, maar dat kan bijna per definitie niet als je zoveel miljarden nog uit de samenleving moet peuteren. Dus dat vind ik het allereerste. U hebt een aantal dingen aangekondigd. Hoe gaat het daar nou mee? Hoe gaat het met, ik verzin maar iets, huishoudenstoeslag of... Even Hermans tussendoor. Ja, ik wil toch wel even, want het is toch wel interessant, want CDA van de heer Brinkman heeft tegen een aantal fundamentele hervormingen gestemd, waar miljarden opbrengsten in zitten. En ik zie het CDA aan de ene kant roepen dat de overheidsfinanciën op orde moeten komen, aan de andere kant belastingverlaging. Maar ik ben dan heel benieuwd naar die tegenbegroting die ze aangekondigd hebben, wat ik overigens goed vind dat ze daarmee zouden komen, om ze te laten zien hoe ze al de gaten die ze geschoten hebben in het regeringsbeleid, hoe ze die gaan opvangen en met belastingverlaging gaan komen. Dat is een punt, denk ik, wat interessant is voor Prinsjesdag voor mij. Ik heb daar nog geen zicht op. Dankjewel. Nou ja, kijk, wat ik vooral heel erg belangrijk vind, is dat we ook hier weer niet van zo'n belangrijk onderwerp als een belastingherziening een politiek spelletje maken wat vooral op die vierkante kilometer speelt. Hè? Want wat je met de belastingen doet, dat heeft voor alle mensen in Nederland enorme gevolgen. Het is een complex systeem, daar zijn we het allemaal over eens, dat het te complex is. Maar juist omdat het zo complex is, zodra je aan een draadje gaat trekken, dan loop je het risico dat mensen in de samenleving daar enorme financiële schade door oplopen. En wat ik dus echt belangrijk vind, is dat we met elkaar de tijd nemen om dit heel zorgvuldig te doen. Goed door te rekenen. We zijn het er allemaal over eens dat de lasten op arbeid naar beneden moeten. Maar u zei net volkomen terecht, hè, tijdens de vorige grote belastingherziening onder Paars 2, toen was ik zelf ook Kamerlid, kon het geld niet op en hadden we heel veel smeermiddel om die ingewikkelde operatie goed in de samenleving te laten landen. Dat geld is er nu niet. En dat geeft dus, denk ik, aan alle partijen in de Eerste en Tweede Kamer de opdracht om dit echt zorgvuldig te doen, goed door te rekenen wat de effecten zullen zijn. Want het is niet de bedoeling, omdat wij politiek een puntje moeten drukken, dat we daarmee schade in de samenleving gaan aanrichten bij mensen die dat gaan doen. Ik hoor dat het met dit kabinet in ieder geval een aantal jaren gaat duren. Als je dus probeert op het gaspedaal te stappen, dan krijg je als tegengas zorgvuldig en de tijd. Het rapport van Dijkhuizen, als je dat in zou voeren, zouden er 140.000 banen bij komen. Heel snel. Als je kijkt nu naar de echt moeilijke situatie van ons midden- en kleinbedrijf. Moeilijk kredieten te krijgen, die moeten al allerlei veranderingen doen. Dat is wel de banenmotor van dit land. En banen is nog steeds de beste garantie op. Dus je moet zorgen dat de lasten op arbeid omlaag gaan, dat er weer geïnvesteerd gaat worden. Maar meneer Van Boksel, en dan laat ik me niet wegzetten met zorgvuldig of een politiek puntje scoren. Als dit kabinet inderdaad nu het gros van zijn agenda heeft afgehandeld en ze zitten er nog 2 jaar, dan heb je alle tijd om ook hier door te bijten. Maar we hebben onze agenda niet afgehandeld, want zolang er nog zoveel mensen in Nederland langs de kant staan, is de agenda niet afgehandeld. Dan denkt u weer alleen maar in een wetgevingsagenda, in plaats van wat je in de samenleving tot stand probeert te brengen. En er zijn inmiddels ook miljoenen ouderen in Nederland die nooit meer gaan werken, die niet meer aan het werk kunnen. En ook voor hen moet je in de inkomenspositie heel goed bedenken wat je doet met zo'n belastingstelsel. Maar nu nog even, want die mensen over, hebben die mogelijkheid niet om die uitwijk van die baan nu nog even over het probleem van het uitgeregeerd zijn. Want ik begrijp ook van Diederik Samson dat het probleem op dit moment inderdaad is, we hebben die wetgevingsagenda voor een belangrijk deel afgerond. En op dat moment gaan de wegen ideologisch uit elkaar. Dat heeft Samson gewoon openlijk gezegd. En dat is dus een probleem. Maar ik heb hem dit weekend ook in de NRC zien schrijven dat hij zelf in elk geval nog voldoende inhoudelijke opdrachten ziet als het gaat om werkgelegenheid. Maar geef antwoord op mijn vraag.
Er is nog heel veel te doen. Geef antwoord op mijn vraag. Nou ja, dat is mijn antwoord op uw vraag. Er is nog heel veel te doen. Nee, en dat, de vraag was, Samson heeft zelf gezegd dat de wegen uiteengaan nu die wetgevingsagenda min of meer klaar is. Volgens mij zijn VVD en Partij van de Arbeid, maar dat geldt ook voor de constructieve oppositiepartijen, allemaal zeer toegewijd aan het grote belang van het herstel van de economie, het terugkeren van groei en het herstel van de werkgelegenheid. En het gaat echt nog wel een paar jaar van heel hard werken kost om dat voor elkaar te krijgen. Zoals CDA vaker probeert een brugfunctie te vervullen, is er een mogelijkheid. Die pensioenwetgeving is nog niet afgerond. Kennelijk zitten ouderen toch behoorlijk klem. Ik zeg kennelijk, want dat lees je dan in de krant. Maar laat ik nou het voorbeeld nemen van de pensioenwetgeving nogmaals, die nog niet is afgerond. Op het moment dat je daar dus wat minder vanuit risicoaversie redeneert en niet doet alsof de rente die nu laag is, ten eeuwige dagen laag blijft, want dat is de kern van het probleem bij de pensioenfondsen, dan zou het best eens kunnen zijn dat je een andere investeringsbereidheid organiseert. En als je dan niet te veel overheidsvoorwaarden aan die investeringen stelt, dan zou dat allemaal best kunnen helpen. Alleen de twee regeringspartijen en hun drie gedogers hebben dat tot nog toe niet gewild. Wij hebben dat nadrukkelijk wel bepleit. En dat wordt nu in een wat studieus debat gebracht. Ik zou zeggen, neem nou die handschoen van CDA op. Op die manier worden de ouderen geholpen en hun kinderen en kleinkinderen, omdat de werkgelegenheid bevorderd kan worden. Helemaal. Maar ik hoor daar elke keer een oorverdovende stilte en de ouderen die worden alsmaar angstiger. Nou, kijk, als je kijkt naar het kabinet, laten we beginnen met te constateren dat het kabinet een enorme taak heeft volbracht door een aantal fundamentele hervormingen groter dan ooit voor elkaar te krijgen. Dat wetgevingstraject af te ronden. Vervolgens gaan we naar de uitvoering. Dat zal op zichzelf de nodige problemen met zich mee gaan brengen. Dat weten we. Dat in de uitvoering best lastig zal zijn. Dat zal misschien leiden, hier en daar misschien, tot wat correcties. Dat weet ik niet. Dat zou kunnen. We hebben de belastingstelsel. Daar komt de brief van Wiebes binnenkort voor bij Prinsjesdag. Dan kunnen we kijken wat dat gaat betekenen. We hebben te maken met de geopolitieke ontwikkelingen in de hele wereld. Wat dacht u van de enorme druk? Zijlstra heeft erop gewezen in een interview, ik dacht in uw krant. Laten zien wat voor druk er kan gaan komen met allemaal vluchtelingen uit het Midden-Oosten en Noord-Afrika in de zachte onderbuik van Europa, als ik het zo mag zeggen. Enorme grote effecten. Het kabinet is niet uitgeregeerd. Het kabinet heeft zijn hervormingsagenda nu qua wetgeving op tafel liggen. Nu gaat het op het punt dat er in de ontwikkeling van de samenleving zich zoveel nieuwe dingen voordoen, dat ieder kabinet wat er zit nooit kan zeggen. Maar ook dat voor u dezelfde vraag. Samson heeft gezegd, als we klaar zijn met die wetgevingagenda, dan moet ik ook wel als Partij van de Arbeid naar links. En zeker als het economisch iets beter gaat, want dan willen wij koek verdelen, heeft hij gewoon gezegd. Ja. En dat lijkt me niet des VVD's. Nee, maar ik zal maar eerst, dat zou ik toch in ieder geval uit VVD zeggen, dat misschien ook een antwoord in de richting van Diederik Samson. Laten we nou eerst zorgen dat de koek daadwerkelijk groter wordt. Laten we eerst ervoor zorgen dat ondanks alle internationale ontwikkelingen die koek in Nederland echt groter wordt. En al bijvoorbeeld gaan roepen, het zal waarschijnlijk wel zo zijn, dus gaan we verdelen. Ja, daar is verschil van mening tussen VVD en PvdA, of als ik het zo begrijp. Maar ik heb gezien dat ze de afgelopen 4 jaar, of afgelopen 2 jaar, vol met elkaar de nek hebben uitgestoken om die grote hervormingen te realiseren. Dus ik heb er alle vertrouwen in dat de verantwoordelijkheid van beide partijen zal zijn met de drie loyale oppositiepartijen om te zorgen dat mensen. U zegt beide, PvdA, VVD, het kabinet is niet uitgeregeerd. Wat gebeurt er als er in het voorjaar de meerderheid in de Eerste Kamer ook met deze constructie van 5 aan het kabinet ontvalt? Ja, dat betekent dus dat we dan wordt het nog ingewikkelder. Het zal er niet makkelijk op worden. Dat ben ik volstrekt bewust. Hebben we 6 partijen nodig of zelfs 7? Ja, dat zullen we dan moeten zien. En ik vind dat wie had vorig jaar, als u toen aan mij gevraagd had, denkt u dat het kabinet 2014 zou overleven met al die grote hervormingen? Dan zou ik ook ja hebben gezegd. Omdat ik vol vertrouwen erin heb dat het kabinet en politieke partijen in dit land die verantwoordelijkheid ook willen nemen. En ook als die ontwikkelingen die ik net even kort aangaf, die zullen vragen om verantwoordelijkheid van politieke partijen. Je kunt er niet van wegvluchten door alleen maar te roepen ik ben tegen. Of niet van wegvluchten en 100% alleen maar je eigen mening willen hebben. Je moet dus met elkaar samen proberen in Nederland om dat voor elkaar te krijgen. Dat betekent dus dat dit kabinet, wat nu steunt op deze twee politieke partijen met de drie oppositiepartijen, misschien de volgende ronde nog verder zal moeten gaan kijken voor draagvlak voor de. Brinkman, sluit u aan als het gevraagd wordt tegen die tijd? Dat gaan we echt dan bekijken. Ik bedoel, dat zijn allemaal als vragen waar ik nooit op in mocht gaan van politieke leermeesters. Ja, maar we zijn hier een kleine kring, dus dat kan. Ja, zeker. Dus als we de gordijnen en de deuren even dicht doen, dan nog blijf ik bij dat antwoord.
Ik zei straks, het zal ingewikkeld blijven. Ik ben helemaal niet tegen minderheidskabinetten in enige vorm. En het kan best zijn dat we een situatie ingaan waarin er onderwerp voor onderwerp meerderheden gevonden moeten worden. Maar zo'n sociaal akkoord bijvoorbeeld hebt u laten lopen. Dat is typisch iets voor de christendemocratie om daar mee te doen. We hebben allerlei onderwerpen uit het sociaal akkoord gewoon gesteund. Maar niet als formele partij binnen het verband. Nee, omdat wij ook zorgvuldig. Kijk eens. Meneer Brinkman komt uit de bouw, maar dat was toch wel een heel broze heipaal. Ja, maar wij zitten niet daar als stempelaars. Hè? Dus wij zeggen, die wetsontwerpen die komen soms gehavend, geamendeerd of wat dan ook uit de Tweede Kamer. Dus wij gaan niet op voorhand zeggen, nou dat is wel goed zo, want dat is een vrijbrief om te rommelen. Nee, je moet zorgen dat je ook nog de vrije hand hebt om serieus als Eerste Kamer het je werk te doen. Ja, dus dat stempel komt er na het volgend voorjaar niet automatisch op van. Ga maar lekker door, jongen. Er zal geen enkel stempel automatisch opkomen. Ook niet van VVD. Oh nee, want we hebben het over de Eerste Kamer. Hè? En ook niet van de drie meest loyale oppositiepartijen. Ja. Ik denk dat als het zo zou zijn, want het wordt altijd heel gevaarlijk. Hè? We moeten eerst die uitslag zien. Maar stel dat het zo zou zijn, dan zullen we een situatie terecht gaan komen waarin er dus nog meer stuurmanskunst wordt gevraagd om de zaak bij elkaar te houden. Dat is absoluut waar. Maar ik ben ervan overtuigd dat de Nederlandse politieke partijen met elkaar het eind de handen ineen zullen slaan. Als je ziet wat er rondom ons heen gebeurt, dan is het niet zo heel erg sterk om te roepen, ik heb 100% gelijk. En als je dat niet 100% volgt, dan ben ik tegen. Nou ja, Johan Cruijff zei ooit, hè, als er is mijn hoofd te klein voor. Dus dan moet je helemaal nooit meer inlaten. Maar ik loop er ook al een paar jaar mee in Den Haag. En het hangt niet van oppositiepartijen af. De uitslag volgend jaar gaat bepalen of er binnen de coalitie geen rottigheid gaat ontstaan. Ja. En die spagaat, die aangekondigde spagaat, niet echt leidt tot een scheuring. Dat is volgens mij het grootste probleem. En dat ligt primair bij de coalitiepartijen. Gaan jullie dat onderling oplossen? En wij zullen echt kijken, ja, als dat alleen maar gaat leiden tot halfbakken voorstellen, niet snel genoeg om dit land verder te brengen, ja, dan zullen we automatisch ook in een klassiekere oppositierol gaan schuiven. Dat kan niet anders. Je hoort altijd dat het wel een heel goed huwelijk is tussen Samson en Rutte. Dus. Ja, maar ja, heel veel huwelijken houden ook stand en sommige huwelijken stranden. Daar kun je ook weer niet op speculeren. Maar het is gewoon functioneel, professioneel samen. Marleen Bart als getuige van dit huwelijk? Ja, als getuige. Houdt het stand? Met name dus tussen de twee partijen? Ja, kijk, ik heb u zojuist verteld dat ik me dus heel graag wil kandideren voor het lijsttrekkerschap. En dat doe ik maar om één reden. Namelijk om ervoor te zorgen dat de meerderheid in de Eerste Kamer voor deze coalitie groter wordt dan die nu is. Ja, oké, dat is duidelijk. En verder dan dat ga ik niet denken. Stel dat u nou bij de volgende verkiezingen uitkomt op een kabinet. Je leest wel eens wat. VVD, D66, CDA. En dat heeft geen meerderheid in de Eerste Kamer. Zou u het dan weer doen? Het feit dat je een meerderheid hebt in één van de kamers, dat zal niet automatisch zijn tot de meerderheid in de andere kamer. Die situatie gaat de komende jaren absoluut een rol spelen. Dus je zult kabinetten krijgen die in de een of de andere kamer geen meerderheid hebben. Dat vereist stuurmanskunst, dat vereist ook politieke bereidheid van politieke partijen om er toch samen uit te gaan komen. En dan moet je stuurmanskunst voor hebben. Zou u het doen, meneer Brinkman, in deze formule? Nou, ik heb net gezegd, los van de samenstelling, dat als er een minderheid effectiever kan zijn dan een brokkelige meerderheid met 5, 6, 7 partijen, bij wijze van spreken, why not? Ik weet niet hoe de verkiezingsuitslag zal zijn, dus dat zien we dan wel. Van Boksel? Nou ja, je hoeft niks te veranderen als gewoon heel veel mensen D66 gaan stemmen. Dan komt er gewoon ook een meerderheid in de Eerste Kamer. We gaan even naar de zaal. Dank u wel voorlopig voor tot zover. Wie wil er een vraag stellen aan een van de panelleden vanuit de zaal? Er is een microfoon beschikbaar. Steekt u even uw hand op. Meneer Hermans heeft gezegd, het belangrijkste wat er eigenlijk aan de hand is op het moment, dat zijn de internationale ontwikkelingen. Daar heb ik de andere drie sprekers niet over gehoord, dus ik vroeg me af of zij daar wat over kunnen zeggen. De internationale ontwikkelingen. Nou, ik wil er heel graag iets over zeggen. Ik mag in de Eerste Kamer ook woordvoerder buitenlandse zaken zijn. En gemakkelijke oplossingen kan niemand op tafel leggen. Ik schrik altijd heel erg van de mensen die vrij lineair in deze complexe situatie voorstellen doen. Ik vind knap, zeg ik eerlijk, dat minister Timmermans op allerlei dossiers gewoon kanalen heeft bewandeld, dialoog. Hij heeft een kritische brief net van ons gehad over of Nederland ook nog wel voldoende initiatieven in het Midden-Oosten blijft nemen. Maar als ik kijk hoe die geopereerd heeft. Wij hebben een enorme verantwoordelijkheid. Op sommige dossiers vind ik dat ons land echt achterblijft. Als het gaat bijvoorbeeld om opvangen van Syrische vluchtelingen, doen wij echt het minimum, het bare minimum. Als ik vergelijk met landen om ons heen.
Maar ik denk dat wij alles uit de kast moeten blijven halen om diplomatiek in gesprek te blijven. Want ja, wij zijn uiteindelijk ook in dit land alleen maar gebaat bij weer toenemende internationale stabiliteit en niet voortgaande instabiliteit. Effecten zijn vreselijk. Eén opmerking, ik was van de zomer ook even met vakantie in Italië. Ik ben me echt rot geschrokken van de ellende in Italië, om eens een voorbeeld te noemen. Je hebt geen idee hoeveel vluchtelingen uit Afrika daar rondlopen. In krotten wonen, in steden. En ja, ik hoorde laatst iemand zeggen, ik dacht dat het Halbe Zijlstra was, van we moeten het weer meer gewoon binnen Nederland oplossen. Nee, heeft het niet gezegd. Nou ja, er was een opmerking, Loek, zeg ik eerlijk, die een beetje daarna tendeerde. En dan denk ik, als je nou echt in Europa gezamenlijk een bijdrage wil leveren aan weer iets meer rust en vrede in de wereld, dan zul je ook hier handen naar elkaar uit moeten steken binnen de Europese landen. Okay. Dit zijn echt ondraaglijke lasten voor sommige landen. Ik denk dat de ontwikkelingen die je op dit moment ziet, met name in het Midden-Oosten en in Oekraïne, dat dat maar één ding als opdracht geeft. En dat is dat de Europese Unie veel en veel sterker moet gaan opereren. En dat de noodzaak van een gemeenschappelijk buitenlandbeleid van de Unie actueler en belangrijker is dan ooit. En wij vaardigen volgens mij de beste mannen af die we in huis hebben om die klus te gaan klaren. Maar ik denk dat het nieuwe team dat er komt te zitten in Brussel hier echt topprioriteit aan moet gaan geven. Okay. Als er iets is wat deze zomer bewezen heeft, dan is het dat Nederland dat niet alleen kan, maar dat we dat echt met z'n allen in Europa moeten doen. Het slotwoord in dit rondje aan de echte oppositie, meneer Brinkman. Nou ja, de vanzelfsprekendheid van vrede en veiligheid en vrijheid is voorbij. Dat klinkt heel theatraal, maar het is niet alleen een kwestie van woorden. Ik bedoel dat wij voor dialoog zijn en voor economische ontwikkeling in ontwikkelingslanden, omdat men een lege maag nou eenmaal er alleen maar een bron van narigheid is. Dat in woorden zullen we het er allemaal over partijgrenzen heen denk ik redelijk over eens zijn. Maar dat betekent natuurlijk praktisch dat je toch de relatieve vrijblijvendheid, en ik spreek daar niemand in het bijzonder op aan, voorbij bent. Wij zullen dus nader naar de effectiviteit van ons immigratiehulp moeten kijken. Want je kunt wel zeggen, dat lossen we in Brussel op. Maar wat kunnen we nou in een regio van herkomst doen om daar de immigratie te beperken en de mensen daar een beter vooruitzicht te bieden? Twee, sancties. Nou, daar begin je niet mee, maar al te goed is buurmans gek. Dus je moet ook bereid zijn ook zelf pijn te leiden. Of dat nou op energieterrein is of op andere terrein, dat is voor een ander debat. En het is ook waar dat wij allemaal toch, nogmaals één meer, de ander minder, een beetje hebben staan kijken toen Defensie werd uitgekleed. En als er een puntje bepaaltje komt en bij wijze van spreken er niet eens een helikopter nog meer beschikbaar is om mensen die dreigen te worden onthoofd op te gaan halen, dus zelfs al heb je nog niet eens over schieten. Ja, dan moet je natuurlijk ook wel naar jezelf kijken. Wij hebben dat allemaal, als het ware, voor granted genomen. Dus wij zullen, denk ik, meer dan woorden echt voor een aantal forse beslissingen komen staan. Niet alleen met algemene beschouwingen, maar dat is als het ware nog wat symboliek. Ik bedoel, het is ook belangrijk om te laten zien aan de wereld waar je staat. Maar wij zullen die changement de decor ook moeten laten leiden tot een ander stukje op het wereldtoneel. En tenslotte, ja, Europa heeft er moeite mee te onderkennen dat wij niet meer het belangrijkste werelddeel zijn. Dat vinden we allemaal jammer, zeker. We zullen dus na moeten denken over onze rol in de wereld. En dat is meer dan een discussie over dat handel altijd goed is voor de mensheid. Dat deel ik absoluut. Maar wat het dan precies moet zijn, daar kan al een aardig kamerdebat over gevoerd. Van Boksel nog even kort. Er is in Nederland de komende jaren heel veel dialoog nodig. Gewoon op straat tussen mensen. Om te voorkomen dat we ook doorgaan met polarisatie. Waardoor de ene deel van de samenleving verder radicaliseert. En een ander deel steeds harder roept van hoe moeten we ons beveiligen. En dat klinkt misschien een beetje raar wat ik zeg, maar ik denk dat als het alleen maar blijft bij retoriek, repressie, steeds hangen in beelden, deugt de een, deugt de andere groep, en of je nou van een bepaalde religie is of niet, er zal echt heel veel inspanning gedaan moeten worden door alle mensen in Nederland om dat vertrouwen naar elkaar te herstellen en te voorkomen
dat we een groeiend leger radicaliserende mensen krijgen en dus de buitenlandse problematiek al volop in onze eigen wijken aanwezig is. Dank u wel. D66 gaat u nog missen, denk ik. Er is daar volgens mij iemand die zich bedacht heeft en graag alsnog een vraag stelt. Ja, ga de gang. Goedemiddag. Vanmorgen kwam dat in Buitenhof ook even aan de orde, dat door het publiek kennelijk gepercipieerd wordt dat de VVD het nu goed doet in het kabinet, maar dat de PvdA het slechter doet. En hoe kan dat nou? Want ze zitten samen in het kabinet. En dan vraag ik me af, hoe kan het nou dat dat zo wordt geobserveerd en dat ook D66 wordt geacht van nou, ze spelen een goede rol. Ja, als we dat wisten. Nee, nou, kijk, wat denk ik bij de Partij van de Arbeid snel een rol speelt, is dat als wij regeren, dat een deel van onze achterban dat altijd moeilijk vindt. Hè, een deel van de achterban van de Partij van de Arbeid is echt behoorlijk principieel. En als je gaat regeren, dan moet je per definitie in Nederland samenwerken met andere partijen en dus water in de wijn doen. En soms vinden mensen dat heel moeilijk te accepteren. Tegelijkertijd is op dit moment natuurlijk ook aan de hand dat het kabinet hele ingewikkelde en ingrijpende maatregelen moet nemen om Nederland een kans te bieden om tot economisch herstel te komen. Maar bijvoorbeeld ook om Nederland te prepareren voor de gevolgen van de vergrijzing. Ik vind vergrijzing zelf persoonlijk helemaal geen probleem. Ik denk dat het zelfs een verrijking is voor onze samenleving. Ik vind het mooi dat we allemaal zo oud kunnen worden en het leidt ook tot heel veel levenswijsheid. Maar het geeft ook forse uitdagingen voor de verzorgingsstaat, zoals we die hebben neergezet. En wat wij als Partij van de Arbeid proberen te doen, is de solidariteit die onze verzorgingsstaat kenmerkt op een duurzame manier neer te zetten. Hè, de zorg mag geen piramidespel worden, waarbij geld dat voor de mensen die nu inleggen eigenlijk wel vaststaat, dat ze er zelf, als ze zover zijn, nooit uit zullen halen. Je hoort ook wel eens dat ze in de PvdA wat zwaarder op de hand zijn dan de VVD. En dat misschien even de vraag mag beantwoorden die me gesteld wordt. Ja. Dit zijn dus geen simpele opgaven. En wij nemen ook de gevolgen die daar door ontstaan inderdaad misschien wel heel zwaar en verantwoordelijk op. Maar dat komt omdat regeren voor ons nooit iets vanzelfsprekends is. Hè. Dat is iets wat we heel serieus willen doen. Maar de column van Martin Sommer gisteren, hè, ik kom er nou maar even op terug. Volgens mij bekende je daar zelfs in dat je ook zeer angehaald bent aan de Partij van de Arbeid. Maar dat je ook zei, dat heeft twee gezichten. En dat zag je de afgelopen dagen. Ik lees aan de ene kant een interview met Jeroen Dijsselbloem. Toch niet de minste. Minister van Financiën, maar Partij van de Arbeidman. Die dan ook zegt, wat moet er echt gebeuren om de economie op gang te brengen. En een dag later lees ik weer een interview met Mariette Hamer. Die nu uit de Kamer gaat, maar ook PvdA. Die zeg maar op zijn spekmans weer roepen, we moeten heel erg aan de andere kant gaan hangen. Dus PvdA zeg maar, spreekt niet met één mond. Nou ja, dat vind ik. Ik zeg het gewoon als toeschouwer. En dan denk ik, ja, als je dat niet zelf inslaagt om dat bij elkaar te brengen, dan moet je ook niet verbaasd blijven dat mensen op een gegeven moment niet meer weten van waar staan ze nou voor. Maar het is niet zo raar dat in een brede volkspartij verschillende opvattingen leven. Kijk, kleurrijke mensen komen er in alle partijen voor. Ik herinner de heer Van Bokstel er net nog aan dat in Haarlem een voormalig fractievoorzitter van D66 net een motie van wantrouwen tegen de eigen wethouder heeft gesteund. Hè, dus dat gebeurt gewoon. Gebeurt overal. En dat er in onze partij wordt gediscussieerd over wat de beste koers is voor Nederland om dat economisch herstel te vinden, dat vind ik alleen maar een teken van kracht. Hè, want je moet in debat proberen gezamenlijk tot oplossingen te komen. Maar wat ik vooral echt heel erg belangrijk vind, is dat wij als Partij van de Arbeid onze verantwoordelijkheid hebben genomen om in die economische crisis solidariteit en gerechtigheid overeind te houden en duurzaam te maken. Hermans, nog even kort. En ik wil aan de slag als lijsttrekker om dat de komende maanden ook in het land te Hermans laten zien. Hermans, nog even. Om Eenzin, wel dat herstel te brengen. Eens en ik denk dat die partijen die verantwoordelijkheid genomen hebben in deze moeilijke tijd uiteindelijk door de kiezers beloond zullen worden. Daar ben ik vast van overtuigd. Dank u wel voor uw belang.